Ongeveer een kwart van alle meldingen die binnenkomen gaan over discriminatie op de arbeidsmarkt. Eigenlijk alle gronden die komen daar aan bod, of dat nou ras is, chronische ziekte, handicap, zwangerschap, geslacht, leeftijd. Het is in veel van die gevallen lastig om discriminatie te bewijzen. Omdat dit meestal mondeling gebeurt en niet, zoals bij de rechtszaak van vandaag, zwart op wit staat. Toch zijn de slachtoffers zeker niet kansloos. In een aantal gevallen worden de klachten gegrond verklaard. Wat dus ook geleid heeft of tot rectificatie of toch indiensttreding, schadevergoeding. Dus ja, er zijn wel mogelijkheden. En ook met een positief resultaat. Daarnaast zou het goed zijn als bedrijven en werkgevers voor bijvoorbeeld een sollicitatieprocedure advies inwinnen bij het meldpunt. Waar moet een advertentie aan voldoen? Wat kan ik wel vragen? Wat kan ik niet vragen? Kan ik werven op een specifieke doelgroep? Het zijn allemaal regels waar wij de expertise over hebben en die ook graag met hun delen. Volgens het meldpunt zouden zo veel zaken voorkomen kunnen worden.